Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. En we hebben nog steeds de mooie piratenhoed op. We staan hier vandaag bij de schatkist van kapitein Bruinbaard, die wij in de vorige aflevering opgegraven hebben en hier geplaatst hebben. Ik ben nog steeds heel blij met het resultaat, maar vandaag heb ik een hele andere planning voor jullie. In de vorige aflevering is namelijk dit gebeurd. Beste piraat, je zal vast wel merken dat jouw paard Benny weg is. Ja! Dat merk ik, hij is een bottenpaard geworden. Dit komt omdat ik heb in een skelet veranderd heb. De spelling klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Je zult de Benny van vlees en bloed nooit terugkrijgen. Hoezo dit nou weer? Behalve als je een paar dingen voor me doet. Hé, dat rijmt. Ik heb een spreuk gebruikt waardoor zijn ziel in het hiernamaals is gekomen. Maar geen zorgen, Benny is niet de enige ziel die daar aanwezig is. Gelukkig is de ziel van Sheriff daar ook. De enige manier dat jullie de spreuk kunnen terugdraaien is door een kostbaar item te geven. Dit item is niet zomaar kostbaar, maar hierdoor zal ik altijd kunnen leven. Ik leg jullie dus de keuze voor om Benny en Sheriff terug te krijgen, maar... Dan zullen jullie nog altijd last van mij hebben. Kwaadaardige lachje, maar wat moeten we dan offeren? Als jullie de eerste optie kiezen, zullen jullie naar de kern van het continent moeten gaan. Hier zal duidelijk worden hoe jullie zielen van de paarden terug kunnen krijgen. Bij de tweede optie zullen jij en je paard pas herenigen in het hiernamaals. Goed, zoals jullie dus kunnen zien, Benny is in een skelet veranderd. En niet alleen Benny, maar ook het paard van meneer KB, Sheriff Junior, is ook in een skelet veranderd. En vandaag gaan we dit probleem oplossen. Als het goed is, staat meneer KB ergens bij mijn boot te wachten op mij. En dan gaan we naar de winkelvallei, want bij de boom staat verdere informatie over wat we moeten doen om Benny en Sheriff Junior terug te veranderen naar vlees en bloed. Ik ben heel benieuwd wat het gaat moeten zijn. Maar jongens, zoals jullie kunnen zien, de schatkist van kapitein Bruinbaard, hij staat er wel heel mooi bij. Hallo? Howdy, howdy, howdy. Zo, wat zie jij er goed uit. Ja. Alleen je paard niet. Nee, mijn paard die is helaas afgevallen. Ik maak me zorgen over hem. En wat is mijn... Hey, ik dacht dat jij ook op je skelet zou komen. Nee, ja. Nou, Sheriff, ze hebben iets met Sheriff gedaan. Ik ben er niet, niet blij mee. Nee, maar Sheriff ik is sowieso dus met pensioen. Dus ik denk, ik neem gewoon... Ja, strijdpaard mee. Benny is nog mijn enige... Nou, trouwens mijn enige. Ik heb ook het kind van Benny. Maar Benny is gewoon mijn trotse knol. En ik kan het niet hebben dat hij nu gewoon een skelet is. Maar jij hebt dus hetzelfde bericht ontvangen als ik, neem ik aan. Ja, kijk, Benny die knikt ook al. Ja, weet je wat, Benny? Oh nee, ik heb niks voor je. Kom. Kijk, ik laat het even zien. Je laat het zien? Ik laat het even aan je zien. Mijn brief, ja. Kijk, hier, dit is mijn brief die ik heb gekregen. 5 pagina's in principe, best simpel. Gewoon waarschijnlijk dezelfde als dat jij hebt gekregen. Ja. Gok ik. Ja. Ja, hè? Wat gaan we hier tegen doen? Volgens mij moeten we naar de winkelvallei. Nou, er staat iets van de kern van het continent of zo. Dus ja, dat zal dan wel. Dat zal bij de boom zijn, dacht ik. Hoi, joh. Rustig, joh. Ja, dat dacht ik inderdaad ook. Alleen, moet je dan niet Sheriff Junior ook meenemen? Nee, het is de oude Sheriff. Nee, ja, die was al oud. Is het niet eens Sheriff Junior? Nee. Het is gewoon Sheriff zelf. Hij was al oud, hij was rustig zijn dagen aan het slijten. En dan krijgen we ineens dit. Oh, het was Sheriff zelf. Nee, ik hoop ik niet dat het Sheriff Junior was. Ik hoop niet dat ik hem ook nog mee moet nemen. Het is allemaal erg genoeg. Oh, nou, laten we in ieder geval die kant op gaan. Wat vind je waar mijn piraat toe trouwens? Dat is goed, ja, hè? Het is een goede hoed, dit. Ja, ik ben onder de indruk. Dankjewel. Oké, kom, kom, kom. Oké, okay. Oh, maar deze... Nu ben je zeker nog langzamer. Wat staat hier? Een gratis tip. Abonneer op ik... Weg ermee. Zo. Ik zag dat dus ook net al op je strand. Nee, zeg maar niet dat het overal staat. Maar het mooie vind ik... Nee. Dat hij dan overal opschrijft dat je moet abonneren. Ja. Maar dat hij vervolgens vergeet video's te maken. Ja, dat is dan wel weer jammer inderdaad. Kijk, hier nog een bordje. Wat staat erop? Nee. Ik ga het niet eens lezen. Ik ga het gewoon weghalen. Oh, je bent echt heel langzaam. Ja, ik ben echt heel traag met dit paard. Piet Piraat? Waarom staat hier Piet Piraat? Piet Piraat? Er staat kapitein Knal. Nee, er staat Piet Piraat. Oh, er staat Piet Piraat inderdaad. Huh? Ja, daar ga je. Oh, dat is mijn grootste concurrent. Ik heb al jaren oorlog met Piet Piraat. Oh. Oké, kern van het continent. Dus ik gok ergens bij de boom, dat zou je denk zeggen. Dat denk ik dan ook. Dat is de kern, dat is het hart, dat is alles. Toch? Ik wilde trouwens het interieur gaan bouwen van de boom. Oh. Maar ja, toen zag ik dat Sheriff er slecht aan toe was, dus dat gaat allemaal niet door. Ja, nee, dit moet eerst. Dit heeft prioriteiten. Eerst onze paardjes. Kijk, zo, dan zet ik even hem vast aan hier op, oké? Doe ik hem hier op, oké? Nou. Nou, daar gaan we. Als het goed is, moesten we hierheen. Dat was volgens mij verteld. Ah ja, dat is nieuw, die barrel. Is dat nieuw? Volgens mij is dat nieuw. Kijk jij of kijk ik? Ik durf best te kijken. Maar jij hebt wel een hele vet piratenhoed, dus misschien moet jij kijken. Ja, dat klopt. Komt-ie. Oké. Spetter, spater, de eerste hint ligt in het water.
en de coördinaat. Dat moet de vader, het is goed dat jij gekeken hebt. Ja, ik wil zeggen, dit is wel mijn taak. Je spet de spaten, de eerste hint ligt in het water. En dan min 1010 en min 86. Gaan we erheen? Ik heb een idee. Als we nou teruggaan naar jouw basis. Ja. Dan laten we daar de paarden achter in jouw prachtige stal. Goeie. En dan ga jij varen en dan ga ik achterin zitten chillen. Dat is een goeie. Ik heb de kapiteinshoed op. Ja, je bent ook gewoon een piraat. Die hebben ze verboden, geloof ik. Volgens mij wel, hè. Oké, laten we inderdaad naar mijn baas gaan. Jezus, zijn we helemaal voor niks hierheen gereden. Voor dit. Voor dit, inderdaad. Wat is een spette Pieter Pater? Spette Spitte Spater of zo. Niet Pieter zeggen. Doe me denken aan Piet Piraat. Oh, sorry, ja, excuus. Ik vind dat wel weer echt helemaal absurd. Dan krijg je eerst een brief met het hiernamaals en zielen. En vervolgens krijg je Spette Pater. Het is inderdaad heel serieus allemaal. Volgens is het Spette Pater of zo. Ik weet ook gewoon oprecht niet wie dit gedaan heeft. Ik ook niet, er staat geen naam ik bij. Ik heb echt vind geen flauw. Idee. Vind ik wel flauw. Ik heb hier trouwens nog iets voor jou. Dat krijg je zo meteen aan het einde, oké? Okay? Oh? Ja, dit okay. is voor jou. Dat krijg je aan het einde van dit. Als dit avontuurtje voorbij is. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop dat het niet al te lang duurt. Ik hoop dat ik Sheriff snel kan redden. Ik heb nog meer te doen. Ja, ik heb ook nog genoeg te doen. Maar ik wil mijn paard terug. Ja, ze moeten een keer normaal doen met die paarden. Oké, ga jij in de gastenstal? Ik ga in de gastenstal. Welke is dat? Dan ga ik hier. Benny ga ik neerzetten. Stal op, Benny. Okay? Stal Debbie. Debbie? Ja, Debbie. Debbie is kind van de dochter van Benny. Heet Debbie. Ja. Kijk hier, dit is de gastenstal. Er staat helemaal geen bordje bij. Jawel, is hier het veilig? Is dat bordje. Is het veilig? Nee, dat weet ik dus nog niet. Okay, als ik mijn paard kwijtraak door deze stal, dan krijg ik van jou 1000 gouden. 1000 goud. Prima. Als jij je paard kwijtraakt, dan krijg je van mij 1000 goud. Oké, ik maak als me veel paard... zorgen. Oh, hij staat wel echt op het randje al. Als we terugkomen en hij is weg, White Lightning, dan krijg jij 1000 goud. Oké. Okay. Kom maar mee naar mijn strand. Ja. Weer een bordje. Sorry, Max. Ga weg met je bordjes. Sorry. Stond sorry op. Dan gooi je nou die bordjes gewoon weg. Vind ik zonde. Ja, dat is hout. Dat verandert wel. Gaat er in de grond en dat wordt dan weer mest en dan groeit een nieuwe boom. Mest en een nieuwe boom. Ja, ik geloof inderdaad ook dat het zo werkt. Er staat hier een kist. Hebben die al gezien? Ja, dat is gewoon mijn aangespoelde kist hier. Dat is je decoratiekist. Decoratiekistje. Oké, nou, een cowboy en een piraat in een boot. Op avontuur. Op avontuur. Dit is niet te geloven. Trouwens, ik vaar nu wel, maar ik weet nog niet waar we heen moeten. Moet ik even kijken. Je kan wel heel lekker varen. Dat vind ik wel fijn. Jij bent wel de navigator. Navigator, oké? Hier, kijk, hier heb je het dingetje. Ik nou weer... Hij gaat daarheen. Oh! Kan je zwemmen? Oké. Oké, jij moet zeggen waar we heen gaan. Er staat min 1010. Min 86. En dat is denk ik deze kant op. Min 1010 is gewoon vooral deze kant op. Waar gaan we en naartoe, min 86. Joh? Dus dat is een beetje deze kant op. En dan vooral die. Oké. Okay. Jeetje, wat is jouw achterhoofd geel? Hoezo? Ja, Hij is inderdaad echt behoorlijk geel. Hoedenclub. We moeten een hoedenclub starten. Een hoedenclub? Ja, alleen dan moeten we wel meerdere mensen met. Want wij zijn de enige twee met echt hoedjes op nu. Voelt ook wel een beetje suffig ineens, als je dat zo zegt. We zijn de enige twee met hoedjes op. Heel avontuur beleefd. Het wordt wel donker, dus we gaan wel echt een spannend avontuur nu beleven, hoor. Ik heb wel een bed bij me. Een bruin bed. Ik ook, ik heb ook een bruin bed. Eigenlijk moet ik een rood bed hebben. Ik denk dat dat meer past bij de piratenritus. Ik denk ook dat je een rood bed nodig hebt. Is het nog ver? Ken je die grap over een kip, koe en een schaap? Nou? Daar staan ze. Nee? Ja, wacht, ik ben... Ik dacht, moet ik hier om lachen, maar nu moet ik lachen. Ik zie daar iets. Wat? Oh, ik zie het ook inderdaad, maar het ligt toch niet in het water? Nee, dat is maar... Toch... Oh, zeg maar niet dat er twee losse hints waren. Oh, nee. Oh, dat er bij winkelverlei nog wel iets was wat belangrijk was. Hebben we een andere hint gevonden? Ik ga even tukken doen. Oké, dit is voor jou, denk ik. Waarom? Ja, gewoon die lantaarns eromheen en zo. Dat geeft gewoon cowboy vibes. Ja, ik kijk dat geeft wel gewoon cowboys vibes. Zoek rond in het water. Oh, en dit water waarschijnlijk. Oh, nee. Oké, ik wil mijn hoed alleen niet nat maken. Ik haat zwemmen. Ja, zou ik dit doen? Ja, is goed. Dan ga ik hier wel zitten. Oké, hou mijn hoed vast. Hij mag niet nat worden. Hij mag niet nat worden. Ik neem aan dat het hier ergens moet zijn. Ja, ik denk ook in dit water. Oké, komt ie, hè? Ja. Oké. Ergens in het water moeten we rondzoeken naar een barrel, denk ik. Een kist, iets. Oh, ik zie een kist. Wacht even voor. Dat was echt heel snel. Ik heb hem gevonden. Dat was echt heel snel. En neem je hem even naar boven? Ik neem hem mee naar boven. Althans, de inhoud. Ik haat natte sokken. Wacht, ik neem de hele kist al mee, oké? Neem gewoon alles mee. Je bent een piraat. De kist mee. Je neemt altijd zo, alles mee. Hoppakee.
Wat is dit? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Ik ben er weer. Ik heb de kist opgegraven. Doe je dit allemaal hartstikke goed. Ja, echte piraat, hè. Ik zwem kist opgraven en zo, kijk. En dan zo, en dan zo. En dan staat er, hokje, hokje, hokje. De volgende hint is dit blokje. En dan nieuwe coördinaten. Ai, 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 ai. Hokje, hokje, hokje. De volgende hint is dit blokje. Maar het zijn wel nether bricks, hè? Dus ik gok dat we er misschien de nether in moeten. En dan die coördinaten. Oh, maar jij houdt van de nether, kunnen. Toch? Jij houdt van de nether. Nee, ik hou niet van. Ik vind de nether vreselijk. Hier is je terug. Maar het warme weer in de nether is wel iets meer voor jou. Ja. Dus ik denk dat jij deze moet leiden. Oh, neem je de blokjes mee? Ja, ik neem de blokjes mee. Kistje laten we staan. Kistje, deze laten we ook staan, hè? Ja, een troep. Oké, nou, stap in het bootje. Naar de nether? Ik denk dat we naar de nether moeten. Ja, dat denk ik ook. Het is ook best wel diep. 34. Diep. Oh, dus diep ondergrond. Oh, maar dat kan wel in de nether. Kan ook in de normale wereld. Ja. Hokje, hokje, hokje. Kijk, daar heb je ze weer. Schaap, kip en koe. Ze zijn ook lekker aan het zwemmen. Ja, echt, met z'n drieën. Kijk, ze zwemmen. Oi, oi, oi. Ja, ik denk dat het in de nether is. Het is ook wel heel mooi gerijmd. Hokje, ja, rijmt op blokje. Maar vooral dat hij niet drie verschillende dingen hebt. Net als gewoon hokje, hokje, hokje. Hij kon nog hokje, stokje, rokje van maken of zo. Maar nee, het was gewoon hokje, hokje, hokje. Het is verschrikkelijk. En dan, maar ja, je lacht nu, maar tegelijkertijd is de ziel van je paard gestolen of zo? Ja, de ziel van ons paarden, die zitten in de onderwereld, zitten ze vast. En daarin moeten wij zalen. En daar is het vlees en bloed ook van de paarden. In de onderwereld. Wat? Ja, dat is het verhaal. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het 3 keer gelezen. Ja? Ik begreep het niet helemaal. Nee, het wordt wel leuk, wordt wel leuk. Kijk, daar hebben we dus een kist van Breinbaard. Dus ja, we zijn alweer gewoon ook in het veilige piratengebied. Nou, veilig is het ook niet, maar in het goede piratengebied. Zullen we jouw portal dan nemen? Ja, ik heb dus blijkbaar ineens een portal, zag ik net. Huh? Ik had hem weggehaald, mijn portal. Oh. Omdat de stallen die staan daar nu natuurlijk. Wil je volgende keer gewoon even fatsoenlijk aanmeren, alsjeblieft? Ja, dat deed ik. Alleen, zeg maar, omdat je achterin zit, toen zakte hij weer een beetje naar achter. Je keeper is zelfs bijna om. Maar ik snap dat de cowboy niet helemaal weet hoe boten werken. Kom mee. Het staat hier dan. Oh. Wat? Nee, is het een bordje? Ja. Ah, gadverdamme. Waarom zijn het er zoveel? Ja, ik weet ook niet waarom het er zoveel zijn. Laten we in ieder geval hier nog... Oh, gadverdamme, Rick. Zo, hoppakee. Stel je voor dat Rick weer eens een video zou maken. Oh, dat zou het zijn. Zou heb je wat eten zijn voor me trouwens? Oh, ik kan trouwens wel wat eten van dingen lenen. Nee. Oké, wacht. Hier, hij krijgt er een. Zo. En... Huh? En... Waarom heb je er nog eentje vast? Omdat ik deze net heb gegeven. Zo. Oh, ja, ik heb hem bijgevuld. Oh, hij heeft nu zelf ook. Ah, kijk, agent 02 en 01 hebben mijn eigen eten. Maar hier heb ik wortels. Oh, kijk, top. 10 wortels. Lekker. 10 worteltjes, die heb ik echt nodig. Nee. Oké, waar is je portal? Ja, ik zag hem net dus blijkbaar hierboven bij mijn stallen staan. Ik weet niet hoe die hier terecht is gekomen, maar daar staat ineens een portal. Nou ja, wel die heb handig. Ik niet heb gebouwd. Heb jij je bescherming? Ja. Wat voor bescherming? Hallo! Ik ben altijd beschermd. Ik ben altijd beschermd. Zo dan. Maar gaan we het aandoen. Echte piraten en echte cowboys, die hebben geen bescherming nodig. We gaan de nether in, hè? Die hebben geen bescherming nodig. Ik doe alleen schoenen aan. Alleen schoenen? Ik doe niks aan. Ik heb jou en jij hebt mij. Samen staan we sterk. Oké, jij hebt de coördinaten. Ik volg jou. Dit is het warme gebied. Hier ben ik helemaal niet bekend. Oh, dit is nog best wel een stuk. Oh, ik heb het verkeerde dingetje. Wacht, het blokje. Je moet het blokje, moet je hebben. Min 238. Oké, ik volg jou. Deze kant op. Oh. Min 238. Pas op. Hi. Nee, dat deed jij gewoon. Nee, dat was ik, ja. Waar moeten we... Klopt dit wel? Ja, ik wel? Weet niet. Ik volg jou. Oh, dit is nieuw, dat trappetje naar beneden. Ja, ik denk dat we deze trap... kan bijna niet anders. Oh nee, dit is de dingesfarm. De Guardian Farm van Joris. Maar er staat... We gaan wel de goede kant op. Oh, nou, wie weet moeten we dan wel deze kant op. Zeg, jij bent de piraat of de kou... Oh, de kouwe. Ik ben de piraat. Ik heb geen idee in de nether. Kijk, zie, dit is de farm van Joris hier. Hier is het niet. Nee, ik denk het ook niet. Wel leuk, ik zie dit voor het eerst. Maar... Waar moeten we dan heen? We moeten verder die kant op. En... Die kant op. Dan kom je hier, dan kunnen we er overheen. Hier, kijk, kunnen we er zo overheen. Inderdaad, we kunnen er zo overheen. Wacht, ik pak mijn schep erbij. Dit hier, was geen succes. Ik er zo doorheen. Kijk, ja, maar we moeten ook nog, naar beneden. Hier, hoppa. Oké, en nu? Weten we zeker dat het in de nether is? Nee. Nee, hè? Straks zitten we helemaal verkeerd. Dat zou wel echt heel grappig zijn. Maar laten we het toch proberen. We zijn nu, we gaan nu toch proberen. Bezig. Het zou toch wat zijn dat er dan was helemaal... Was op voor de lava, hè? Ik was bijna dood. Oh. Okay. Oh, het zou echt wat zijn inderdaad als we helemaal verkeerd zitten. Maar het is niet super ver, dus het komt goed.
Het is wel echt weer een typisch piraten-cowboy-avontuur dit. Helemaal eens over water door de... En nu? Nog een klein stukje deze kant op. En dan moeten we deze kant op. Oké. Gaat er denk je iets zijn? Denk Zit op de goede hoogte? Nee, we moeten deze kant op. Oh, deze kant op. Zit op de goede hoogte, denk je? Nee, we moeten nog een stuk lager ook. Oh, ja, maar veel lager dan dit kunnen we maar niet. Maar het voelt een beetje alsof we in de Nether Fortress moeten zijn. Wat logisch zou zijn. Ja. Want we hebben een Nether Brick als hint. Oké, dus dat zou betekenen dat jij ik jou ga volgen. Ik wou echt wat veel gevaarlijkers doen. Je kan hier naar beneden springen. Ja, ik heb schoenen. Heb je schoenen? Ja, ik heb schoenen. Zullen we het doen? Ja, oké. Ik doe mijn schoenen aan. Hoppakee. Oh, ik ging bijna. Oké, ik ga gewoon. Oké, kom maar. Ik viel bijna in de lava eerst. Oké, nu kunnen we dus de Nether Fortress in. Zitten we op de goede hoogte? Nee, we moeten ook nog lager. Alleen nu doe ik wel even mijn beveiliging aan. Toch wel stiekem. Wordt nu heel spannend, hè? Ja, dit vind ik wel heel spannend, dit inderdaad. Oké, ik mag niet doodgaan, want dan verlies ik de coördinaten. En de hoed. Vooral er de hoed verlies je dan. Er staat daar een Wither Skeleton. Schiet hem neer. Je hebt je pistool inderdaad. Oké. Hartstikke leetjes. Ik ben niet eens bang voor mijn andere spullen. Het is vooral mijn hoed die ik niet kwijt wil raken als ik nu in de lava val. Ja, dat snap ik. Oh. Ik doe wel mijn best. Ja, ik vind het echt heel spannend dit. Oh, dus het is allemaal... Oh. Oh, rennen. Rennen. Oh, het zijn echt heel erg veel. Eronderdoor. Terugtrekken. Ah, help. Ik ga niet overleven. Ik ook bijna niet. Oh, ik heb het overleefd. Niks aan hand. Ik ben wel echt bijna dood. Waar ben je? Ik ga mezelf inbouwen. Oké. Ik ga zo'n dinges in de la... Oké, volgens mij hebben we het. Heb je het gevonden? Nee. Maar wel heel veel beesten die mij dood willen maken. Oh. Ik heb ook helemaal mijn zwaard niet bij me. Oké. Ik ben veilig, maar... Ik ben ook wel veilig. Ik heb ze allemaal gedood, denk ik. Merendeels is dood. Alleen die blaze niet. En die blaze is irritant. Dus lopen er echt heel erg veel, hè? Ja, maar ik heb wel bijna al die skeleton dingen doodgemaakt. Oké, ik ga kijken of ik er langs kan. Ah, joh! Wacht, ik heb die blaze dood. Een van de blazes is dood. Ik ga dit even anders aanpakken. Auw. Ik hoop echt dat we goed zitten, anders is het allemaal voor niks. Wat anders hier zou doen. Het echt heel lullig zijn. Wat gebeurt er allemaal? Waar ben jij ook? Oh, jij bent daar. Sloop die blaze spawner anders. Ik zit in die spawner, joh. Ik moet gewoon... Oh, nee, er staat hij ook nog eens... Ik ga weer dood. Ga overleven. Je bent nog niet eens één keer dood. Ik ga je helpen. Het is gewoon heel erg druk hier. Ja, ik ga die spawner kloven. Dood. Ja, sloop die spannen maar. Oké, deze is dood. Wat doen zij ook allemaal, joh. Oké, en deze is ook dood. Oké. Zoek voor de lava. Ja, daar zitten nog wel allemaal van die gekke skeletten. Ja, oké, we pakken ze gewoon. Tot die. Gewoon missen, zo hoppakee. Kijk hoeveel er zijn. Oké. Ik wil deze niet slaan, want dan ben ik bang dat ik die zombie pikmin sla. Oké, deze kunnen we pakken. Die is dood. Wat een avontuur, joh. Oh. Wat een avontuur, inderdaad. Ik ben naar beneden gevallen. Wacht, oppassen. Oké. Kom, we kunnen verder. Het is echt gevaarlijk hier, joh. Het is echt een gevaarlijk avontuur, dit. Pas op dat je niet zo een zombie pikmin slaat. Dan ben je echt de klos. Ja, dit gaat hartstikke goed. Waarom is het zo druk, dit kasteel? Ja, ik weet het ook niet. Jemig, hé. Oké, zijn we er bijna? Nee. Auw. Mijn eten is ook er bijna op. Ik kom eraan. Even voor dit. Oké, ik ga even kijken. We moeten zijn op min 238. Daar zijn we bijna. 34, 112. Dus we zouden er echt bijna moeten zijn. 34, dus we moeten iets naar beneden. Ja. Dus we nou gewoon zo doen. Kijk, hier. Niet hierin. Terug. Het stikt echt van de beesten daar binnen. Wacht, ik kan schieten. Ik heb een Hoe zijn het er zoveel? Kijk uit. Oh, hier is er ook één. Van alle kanten worden we aangevallen. Oké, ik ga hem even veilig maken, wacht. Zo. Oké, let's go. Kom maar gewoon. Het zijn er echt heel veel. En ik heb nog geen eens schedel gekregen. Flauw, vind ik flauw. Oké. En nu? Wacht, ik pak het. Ik heb wel een schedel gekregen. Echt? Nice. Min 238. Daar zijn we nu ongeveer. Als we iets meer deze kant hier, op gaan, komen we daar. 112. Hieronder zou het moeten zijn. Hieronder. Ik denk echt dat we verkeerd zitten. Nee, hier staat hier een kist. We zitten goed. Echt? Ja. Oh, we zitten echt goed, ja. Oh, daar ben ik er blij mee. Oké, zullen we gaan springen? Ja. Ik vang je op. Oh, zo, bedankt. Oké, ik ga kijken, ja. Ja, ik jij heb maar. Dit geweldige avontuur zitten. Ja, heel ik kan zeggen, dit heb jij geleid. dit is helemaal voor jou. Dit is het. Je hebt hard gestreden. Nou, dat is wel waar. Ja, dat graaf klopt. Graaf hier naar beneden. Het dichtwerk wordt wel beter, gelukkig.
Ik denk dat we terug moeten naar de overworld. Hebben we een... een zadel. Ja, kijk. Kijk, graaf hier naar beneden staat er. Oké, dan moeten we sowieso terug naar de normale wereld, inderdaad. Ik heb hier nog wat wortels voor, hier. Oh, dankjewel. Ik heb er nog maar 4. Nou, zullen we een veilige manier terug bedenken? Moeilijk hebben die worteltjes. Ja, nu zijn we hier. Je hebt hard gestreden. Ja, echt te hard ook gewoon. Dit is het. Je hebt hard... Hallo. Misschien kunnen we... Ja, ik word gewoon aangevallen. Ik ben heel snel. Ze staan ook echt naar ons te kijken hier zo. Waar? Pas op van rechts ook. Kijk, hè? Waar? Oh, daar inderdaad, ja. Oké, waar gaan we heen? Wat is de snelste route terug? Geen idee. Waarom ben je zo snel? Ja, ik wil naar huis. Doei. Hé, joh. Alsof je wordt aangevallen. Wegwees, joh. Wat een gek. Ik denk hierheen, dat dit misschien wel snel is. Hier, om in ieder geval erop weer te komen. Ik ben niet zo snel. Nou, ik vind het echt niet leuk dat ik over zo'n klein bruggetje moet met al die beesten. En nou, hierin. En dan zijn we in ieder geval weer op. Ja, dan zijn we in ieder geval weer op. Oh, wacht. Dit gaat richting mijn huis. Echt? Ja, kom naar deze kant op. Oh. Oh, jee. Oh, oké, snel. Weg hier. Ik acteerde een Wither Skeleton. Vond je het goed? Was dat het? Dat hebben we niet meer update gehad dat ze dat geluid maken. Ja. Is dit echt de route naar jouw huis? Ja, zeker. Geen leuke route, 100.000%. 100.000% dat dit de weg is naar mijn huis. Ik vind het een enge route. Ja, we zijn wel ook, zeg maar, die paarden staan nu nog bij jou. Oh, maar we kunnen via mijnen natuurlijk wel naar jouw port. Dat is goed. Ja. Dit komt helemaal goed, inderdaad. Ik heb er de volste vertrouwen in dat het goed komt. Kijk, daar is mijn portal. Ik kan hem gewoon al zien. Oh, echt niet. Waar staat je portal? Heb jij toevallig kroketten in je ogen? Ik zie geen portal, hoor. Oké, kom mee. Dit is hoe jij altijd voelt met die paarden, dat je zo traag bent. Het is verschrikkelijk, dit. Maar ik wilde vandaag dus mijn nieuwe paardenwinkel gaan bouwen. Oh. Voor supersnelle paarden. Maar moet je wel je paard terug hebben. Ja. Anders, als je je paard niet terug hebt, dan ben je wel een beetje... Dan sta je een beetje voor gek, weet je? Ja, nee, dan kan dat niet. Verkoop je paarden, maar kan je niet eens voor je eigen paarden zorgen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Kijk, en dan komen we zo. Ik neem een beetje een andere route dan ik normaal neem. Maar daar is echt mijn portal. Nu nu zie ik hem ook. Ja, nu zie ik hem ook. En ik heb geen kroketten in mijn ogen. Wacht. Ik ren gewoon verder. Ik zit op met schieten, maar ik ren gewoon verder. Oh, dan ren ik ook verder. Niks aan de hand. Oh. Hé, hey, je doet je cowboy hoed af. Ja. Wat is dit nou? Hartstikke deetjes. Zo. Hartstikke deetjes. Zullen we naar jouw portal lopen dan? Dan kunnen we Daar ligt eraan hoe ver het is. Nee, dus... De coördinaten zijn bijna op winkelvallei. Dus we kunnen beter naar de winkelvallei gaan. Oh ja. Ik mis mijn paard. Ik mis Benny ook. Met vlees en bloed. Skelet Benny is traag en dik. Huh? Maar tegelijkertijd heel dun. Want hij is een skelet. Wat? Oh, wacht, deze kan weer uitstaan. Oh, joh, dat was even spannend. Dat was heel druk. Ik heb echt denk ik nog nooit een poort of een fortress zo druk gezien. Nee. Oké. Okay. Wacht even. Ik moet even een trucje doen. Wow, de tijd gaat snel. Ja. Oké, graaf hier naar beneden. Min 63. Dat is deze kant op. En min... Oké, een beetje hierheen. Volg mij maar. We gaan lopen, we gaan wandelen. Het is goed voor de beentjes. Hier? Nee, nog niet. We zijn er bijna. Nog iets door. Wat een willekeurige plek dat het gewoon hier zo is. Ik hoop dat het hier is. Straks moeten we alsnog in de Nether zijn. Oh, dat zou echt wat zijn. Nee, het is hier. De hoogte klopt namelijk ook. Als het goed is komen... Oh, ik zie daar wel een blokje. Een verdacht blokje. Dit is het? Of niet? Nee, min 32. Dus hier, hier. dit blokje is het. Deze. Oh, nou, een vliegende boom. Een vliegende boom. Ik hoor paarden trouwens. Niet. Ja, ik hoor ze. Snel. Volgens mij zijn we er. Laten we ze voorzichtig uitgraven. Wacht. Met een trappetje. Volgens mij hier ergens. Hoor je ze ook? Ja, ik hoor ze ook. Ja. Maar in die brief stond dat we een of ander item nodig hadden, toch? Nou, ik weet niet over een item, maar ik weet wel dat ik hier twee paarden sorry, zie. Oh, sorry. Ah, Sheriff. Daar zijn ze. Sheriff. Sheriff en Benny. Dat is ook gewoon de echte Sheriff. Ik dacht dat het Sheriff Junior was. Hier, je krijgt gelijk dit. Zo, hoppakee. Ik heb hem gelijk een stukje weed gegeven. Maar we hebben nu dus wel een extra skelettenpaard. Dat klopt. En we hebben onze paarden terug. Ze zitten ook echt in een klein hokje onder de grond. Wie heeft dit gedaan? Ja, gewoon moeten we echt aanklagen. Niet eens in een tempel of zo. Nee, het is gewoon 4x4 onder de grond. Benny, ik heb je gewist, jongen. Au. Oh, pas op. Oh, ik ga wel gewoon graven. We moeten hier ook nog uit. Wat een bende. Oké, ik zit ook op een paard. Hoppa. Kijk. Zo. Zo. Hoppa. Oh ja. Oké, dan dump ik al die blokjes hier weer erin. Laten we dit gat ook gewoon zo? Nee. Die gaan we wel dichtbouwen. Ik heb helemaal geen... Jij hebt al die blokken opgepakt, joh. Kijk, alsof hier nooit zijn bloemetje erop en al. Hartstikke deetjes. Hoppakee. Hey, onze paarden zijn terug. Maar was dit alles wat we moesten doen? Ik denk het wel, hè? Ja, nou ja, op dat zadel staat alleen... Dit is het. Je hebt hard gestreden.
Nou, dan zijn we klaar, denk ik. Ik snap er helemaal niks van. Wacht, laten we nog één keer even de brief lezen bij mij. Ja, dat is goed. Ik ben in ieder geval blij dat we Benny en Sheriff terug hebben. Ja, daar ben ik ook echt heel erg blij om. Elke aflevering is er gedoe met paarden. Zo. Het is altijd wel echt wat met paarden, inderdaad. Het is wel goed dat ik Sheriff met pensioen heb gestuurd. Hij was gewoon lekker aan het genieten, aan het grazen in het gras en zo en weet ik wat allemaal. Ik weet alleen niet wat ik met neppe Benny wil doen nu. Nee, ik heb... Nee. Ik ga er even over nadenken. Ik ga in ieder geval aan een andere dingen stoppen. Hier, wacht. Hé, hey, ja! 1000 goud! Nee, is hij weg? Goud! Is hij weg? Ja, kijk hier! Wacht, nee. Als hij kwijt zou raken... Oh, hij staat hier. Als hij kwijt zou raken, was de afspraak. En niet als hij zou ontsnappen. Even dikkie. Kom maar, White Lightning. Kom maar, kom maar. Maar je stal is niet veilig. Ik hoef helemaal geen 1000 goud. Stik maar in je 1000 goud. Moet ik hem meenemen voor je? Nou, ik wil hem graag eventjes in een veilige stal, zodat wij rustig die brief kunnen lezen. Ja, oké, wacht. Ik zet de paarden ook even in een veilige stal. Benny ook hier. Ik heb al wat veilige stallen nog. Ik zet neppe Benny zet ik in deze. Zo. Hoppakee. Allemaal toch weer, joh. Dan kan je ze gewoon... Zet ze anders hier even aan een hekje gewoon. Wat staat hier? Wat? Heel jouw basis is helemaal geprinkerd. Oh, nee, Rick. Wil jij dit boekje lezen? Eerst abonneer. Nee, ik ga dat niet doen. Gadverdamme. Hier ook weg. Stink. Is dit het Sudderboekje? Hier, kijk. Ik heb het bordje aangepast. Een stinkgoorstje. Ja, dit verdient hij wel eventjes. Ook het Sudderboekje trouwens, ja. Oké, ik pak het boekje er even bij. Ja. Ga je het voorlezen? Dan gaan we even zitten daar bij het Sudderboekje. En dan White Lightning volgt je al. Die is wel echt heel, ja, dat gaat heel blij weer te zien. Oké, dan gaan we even sudderen. Komt-ie, ik lees hem nog één keer voor. Beste piraat, je zal je vast wel af... Je zal vast wel merken dat jouw paard Benny weg is. Dit komt omdat ik heb in een skelet veranderd heb. Ja, ik lees gewoon voor wat staat. Ja. Je zult de Benny van vlees en bloed nooit terugkrijgen, behalve als je een paar dingen voor mij doet. Ik heb een spreuk gebruikt waardoor zijn ziel in het hiernamaals is gekomen, oftewel een 4x4 hokje onder de grond. Maar geen zorgen. Benny is niet de enige ziel die daar aanwezig is. Gelukkig is de ziel van Sheriff daar ook... Oh ja, ik dacht dat het Sheriff Junior was. De enige manier dat jullie de spreuk kunnen terugdraaien is door een kostbaar item te geven. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, maar aan wie? Waar? Wanneer? Hoe? Dit item is niet zomaar kostbaar, maar hierdoor zal ik altijd kunnen leven. Ik leg jullie dus de keuze voor om Benny en Sheriff terug te krijgen. Maar dan zullen jullie nog altijd last van mij hebben. Kwaadaardige lach. Doe even kwaadaardige lach. Kwaadaardig genoeg. Als jullie de eerste optie kiezen, zullen jullie naar de kern van het continent moeten gaan. Hier zal duidelijk worden hoe jullie de zielen van de paarden terug kunnen krijgen. Bij de tweede optie zul jij en je paard pas reinigen in het hiernamaals. Dus, maar we moesten dus nog wat offeren. Ja, maar... Ik heb geen idee. Ik ben heel blij dat we ons paard terug hebben. Ja. Maar misschien komt er nog een vervolg. Ik weet het niet. Ik denk, voor moesten we ergens wat offeren, maar ik weet gewoon niet... Dat gaat niet zomaar. Nee, dat gaat inderdaad niet zomaar. Ik weet ook niet hoe en wat. Maar ik ben in ieder geval blij dat de paarden terug zijn. We hebben Sheriff is er weer. Benny is er weer. Weet je wat mooi is? Nou? We hebben dit vreemde avontuur dan helemaal uitgespeeld. Ja. En dan ga ik nu dus gewoon het interieur van de boom bouwen. Ja. En een nieuwe paardenwinkel. En? Kijk, wat heeft dat met dit avontuur te maken? Niks, dat vind ik gewoon even mooi. Gewoon even mooi om te delen. Nou, we hebben er even goed over gesudderd bij het sudderboekje hier. Die is voor jou. Die is voor jou. Pas op. Oh jee. Die is voor jou. Er zitten hekjes tussen, toch? Dit zou wel goed moeten gaan. Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Het hekje wel even open doen. Ik vraag me af wat voor... Oh god, White... We hebben een nieuwe. White Lightning en de dochter van Benny met opa! Benny is opa! Oh, jongen, je wordt echt oud. Benny is nu al... Oh, hij vindt mij leuk, denk ik. Dat denk ik ook. Hier, alsjeblieft. Zorg goed voor hem. Ik zorg goed voor... Wat? Ga je hem nou achterlaten met het kind? Ja, dit is mijn... Je gaat zeker even melken cadeau halen. Cadeau aan jou, omdat we samen zo lekker hebben geavontuurd. Oh, over de cadeau. Ik heb ook nog een cadeau voor jou. Je had ook nog iets voor mij. Wat? Oh! Doe hem al! Nee, dat ga ik niet doen. Waarom richt je je pistool op een veulen? Dit is niet zomaar een pistool. Ik kapot, joh. Dit is het pistool van Billy. Oh. Die heb ik gevonden in het spookhuis. Toen ik op zoek moest naar... Weet ik voor wat allemaal. Revolver. Ik ga even die wortels uit mijn hand halen. Dit is de revolver van Billy. Ik heb de revolver van Bruinbaard. En ik dacht, de revolver van Billy is wel wat voor jou. Oh, dit is wel heel cool dat je twee in handen hebt. Oh, yeah. Oh, maar dit vind ik echt... bedankt. Ja, die had ik gekregen. Alleen afgevonden. En ik dacht, die is voor jou. Ik had hem meegenomen. Ik had hem de hele tijd al in mijn inventory. Dus als we dood waren gegaan in de Nethernet, was hij ook verloren gegaan. Oh, wat geweldig. Ja. Nou ja, zullen we het even kort samenvatten?
Ja. We hebben een avontuur beleefd samen. Een avontuur beleefd. We hebben onze paarden terug. We hebben onze paarden terug. Er is een nieuw veulentje geboren. Benny is opa geworden. Benny is opa geworden. Ik heb een revolver gekregen van een van mijn voorvaderen. En ik heb bijna veulen doodgeschoten. Conclusie. Conclusie. Cowboys en piraten staan samen sterk. Het is wederom bewezen dat piraten en cowboys samen sterk staan. Gewoon wederom. Ik heb nog iets voor je. Je hebt nog iets voor me? Oh, weet je wat? Dit ga ik hier als decoratie ophangen. Omdat het me doet denken aan dit avontuur hier zo. Zo, dat was echt een spannend daar. Ja. Dit is mooi, hè? Kijk, ik heb hem hier gezet zo. Dat kunnen we altijd terugdenken aan het avontuur. De paarden, Benny kan er naar kijken. Kan altijd herinnerd worden dat ik hem gered heb, dat hij me nooit moet verraden. En ik heb een veulen. Hij heeft een baby. Hij heeft een achterkleinkind. Ik ga er goed voor zorgen. Heel goed. Dan ga ik nu er vandoor. Ja. Je weet wat ze zeggen? Nee. Adios. Amigos. Ja, hoi, cowboy. Jongens, we zijn ongeveer 8 dagen verder in het leven. En dit komt omdat ik een kleine vakantie tussendoor had. Ik wil deze video eigenlijk voor mijn vakantie afmaken. Maar na het avontuur met meneer KB is er eigenlijk niet meer van gekomen. Dus, waarschijnlijk heb je al grootdeels van het avontuur gezien op meneer KB's kanaal. Misschien ook niet. In ieder geval, we zijn 8 complete dagen verder in het leven. En ik ben eigenlijk al een half uurtje online. En het enige wat ik aan het doen ben is alleen maar die stomme stinkbordjes van Rick, waarop staat dat je moet abonneren op zijn kanaal. Ben ik alleen maar aan het weghalen, want ze hangen echt oprecht overal. Hey, just, nou, Just Force. Ze hangen echt overal, die stinkbordjes. Dus ik gok dat ik waarschijnlijk over 10 afleveringen nog steeds bordjes tegengekomen. Van Rick, wat staat hier? Sorry voor je ei, ik had ontbijt nodig. Waar is mijn enderek? Nee! Dit was de Ender Dragon Egg, jongens. De enige van de server die is weggehaald door Rick. De dief. Er is ingebroken op mijn piratenschip. Abonneer op Rick voor. Ga weg, jongen, Rick. Echt waar. Overal staan bordjes van Rick. Oh, ik ga echt tot op de bodem uitzoeken waar mijn Ender Egg is. Maar voordat ik dat ga doen... Wee! Laten wij even stappen op de dochter van Benny, oftewel Debbie, volgens mij. Hoppakee. En dan gaan we even naar het winkelvalleitje. Want volgens mij zijn er 2 nieuwe winkels, jongens, in die tijd dat ik weg ben geweest. Ik ben gewoon 8 dagen niet online geweest. Dit omdat ik nou op vakantie was. Dus er is veel gebeurd volgens mij in die 8 dagen. Voor jullie is het allemaal in 1 video. Dus ik weet dat het een beetje gek is. Maar kijk, daar zie ik een regenboog bijvoorbeeld. De rivier is... Ja! Oh, de rivier is doorgebouwd. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar de rivier is daadwerkelijk doorgebouwd. Volgens mij was dat Joris' taak. En ik zie een pot met goud. En oh, een nieuwe stagiair. En er is een pad gemaakt. Jongens, wat een geweldige aflevering. Even 8 dagen weg en er is van alles. En er staat iets op het bord. Oké, Benny, dochter van... De boom is van de binnenkant gemaakt. Oh mijn god, er is zoveel gebeurd. En een nieuwe paardenwinkel. Jongens, we gaan alles even aandachtig bekijken. Alleen, ik heb geen lead voor mijn paard. Daar heb ik niet aan gedacht. Dan stoppen we je wel even in dit hoekje hier zo. Nee, nee, nee. Oké, ik hoop dat ze niet wegloopt, mijn paard. Troep van knalnet uit de boom. Oh, dit is nog allemaal mijn spulletjes. Dit moet ik even opbergen binnenkort. Want, jongens, de binnenkant van de boom heeft een hele verbouwing gekregen. Dat was de taak van meneer KB. Het is, als je binnen staat, niet eens meer een boom. Als ik zo omheen kijk. Het lijkt nu gewoon op een of ander laboratorium of zo. Hallo, meneer de zombie Pikmin. Maar kapitein Knalmet keurt het goed. De boom is nu eindelijk ook... Hij is ook paardvriendelijk zo te zien. Dus je kan ook met je paard er doorheen. Oh, hier ben ik blij mee, jongens. Dan heeft de eekhoorn in één keer een volgens mij de kabouterroet gekregen. Klopt dat? Ja. De kabouter is zijn hoedje kwijt. Oh, en hij, oh, er is hier nog een agent geplaatst. Wat is dit? Agent 004. Wagen die... Oh, meneer Cowboy, oftewel meneer KB, heeft de hoed van... de hoed van het kaboutercasino op de eekhoorn gezet daar. Waarschijnlijk voor wraak omdat Sheriff Junior was gestolen. Goed, laten we dan even lopen naar de pot met goud daar. En wat voor winkel zal dit zijn? Een pot met goud. Ik ben wel heel benieuwd. Wat is dit voor winkeltje? De route ernaartoe is wel heel vervelend. Die trap hier. Wat is dit? Oh, mijn god, wat is dit? Oh, ja, een wolwinkel. Oh, dit is precies wat ik wil, jongens. Een wolwinkel. Dit is zo'n goede winkel. Oh, kijk, hier wol, nog meer wol. Allemaal kleuren wol. Welkom bij Ben's Banners en Wol van Karo. Ben's Banner komt letterlijk uit seizoen 2, jongens, van Content Veen. Laat het nu weten in de reacties als jij nog Ben's Banners, Ben Banners kent. Volgens mij was het Ben Banners. Mocht je een speciale banner willen, vraag hem aan in het boekje Alle Banners 1 Dia. Al het wol 32 per 1 dia. Mocht jouw speciale kleur wol niet tussen zitten, let me know. Volgens mij is dit Floor de winkel dan. Hierboven verkopen wij nog meer leuke kleuren, echt? Oh, en hier is ook de regenboog. Wat een goede nieuwe winkel. Deze banners zijn wel heel mooi. Ze zijn letterlijk weg. Er staan geen banners. Echt waar, ik ben heel blij met deze winkel, jongens. Dit is echt een topwinkel. De nieuwe goudpot hier. Dan kan ik eindelijk wol kopen voor mijn winkeltje.
Van mijn winkel, wat zeg ik nou? Dan kan ik eigenlijk wol kopen voor mijn nieuwe schepen. Zal ik voornamelijk witte wol, grijze wol en zwarte wol nodig hebben. Maar dat is zo'n poeptaak om te krijgen, dus ik ben zo blij met deze winkel. Dan ga ik heel veel speciale orders eruit proberen te gooien. Goed, nog één... Ach, laten we even maar kijken hoe mijn paard is. Ik ben bang dat hij wegloopt. Ik had hem hierachter ge... Ah, hij is weg. Debbie! Debbie, waar ben je? Oh, god, Debbie, waar ben je? Oh, Debbie. Debbie, waar ben je? Ik zei nog zo... Oh, ik had een lead bij me. Maar geen 003, waar is hij heen gegaan? Ik geef je even een vleesje hier, zo. Hoppakee, vleesje voor jou. Debbie, waar ben je? Oh, daar is ze. Oh, daar is ze. Ik was even bang dat ik er kwijt was. Kom op, springen we erop. Hoppakee. Lopen we even snel en simpel naar de nieuwe paardenwinkel. Want als het goed is, zijn KB zijn superpaarden eindelijk een keer uitgekomen, jongens. Of wel paarden die mega snel zijn. Laten we even kijken hier. Moeten we de mijn in? Lamp aan is nieuwe paarden. Oeh, hoe heeft hij die paarden-emoties daar toegevoegd? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Die cowboy die is gek, jongens. Oké, laten we naar binnen gaan. En het is sowieso een paardvriendelijke winkel, dus met de paard naar binnen, dat mag allemaal. Betaal hier met jouw diamanten, oké. Jemig, zijn dat zoveel? Is dat zo duur? Welkom, instructies. Welkom bij de meest exclusieve paardenwinkel van de planeet. Hier vindt u de snelste en de hoogspringende paarden die er bestaan. Deze paarden zijn geselecteerd en getraind door uw favoriete cowboy, dus de kwaliteit is gegarandeerd. Voor de extreem lage prijs van 2 diamond blocks kunt u zo'n bijzonder en exclusief paard aanschaffen en over het continent racen alsof de morgen niet bestaat. Deze paarden zijn niet alleen bijzonder goed getraind, maar dragen ook nog eens de namen die door de kijkers van uw favoriete cowboys zijn bedacht. Ah, deze paarden worden momenteel aangeboden. 1. Spaghetti. Spaghetti? Snelheid. Ja, die snel, jongens. 14,1. Dat is echt belachelijk snel. En als je afvraagt, 2 diamond blokken is goedkoop, jongens. Dit kost maanden aan paardentraining om zulke paarden te krijgen. Dus het is wel echt een goedkope prijs, inderdaad. Het kost maanden tijd. Dart. Oh, Dart Vader wil ik. Is wel iets minder snel. Darth Vader. De paarden zijn al voorzien van een zadel. Voor een lead of horse armor betaalt u 1 diamond. Betaling plaatst u in de daarvoor bestemde kist. Proefritten zijn verboden. Bedankt voor uw aanschaf en veel plezier met uw race monster, meneer Cowboy. Oh, oké, jongens. Het is dat ik de diamonds niet heb, maar we hebben hier waarschijnlijk Darth Vader. Ja, dat dacht ik al. Het is Darth Vader. En dan hebben we... Waar is Spaghetti? Spaghetti, waar ben je? Spaghetti! Ik wilde spaghetti kopen, maar die is weg. Nee. Nou, Darth Vader, als ik ooit genoeg geld heb, kom ik je halen. Het is namelijk, jongens, ik heb 1 diamond. 1. 1 hele diamond. En het kost 2 diamond blocks, oftewel 18 diamonds om 1 paard te kopen. Waar is mijn paard? Is die hier gewoon weggelopen alweer? Debbie! Dit is waarom ik je wil vervangen. Dit is waarom ik je wil vervangen. Kom eens hier. Zo. Het is dat ik nog niet genoeg geld heb, jongens. Laten we heel even in mijn honingwinkel en in mijn houtwinkel, waar ik eigenlijk nooit echt hout meer verkoop. Dan moeten we even kijken of er misschien diamonds liggen. Of dat Floor alle diamonds hier al heeft gestolen. Dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat Floor alle winst al... Oeh, die zijn van mij. Het is een gedeeltelijke winkel, Floor. Ik mag ook de kassa claimen. Oké. Ik zie het al. We hebben op zich 2 diamonds winst hieruit. Ik denk dat Floor de andere heeft. Laten we dan heel even kijken in de houtwinkel hier. Gok ik dat alles misschien op is. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Zo leeg. Oh, 4 diamonds. 2 diamonds. Nog 3 diamonds. Oh jongens, we komen zo erg in de buurt. 11 diamonds. 12. Dat betekent dat we nog... Wat is het? 6 blokken nodig hebben. Nog 6 diamonds. Of 6 diamonds inderdaad nodig. En dan kunnen we gewoon een nieuw paard kopen. Oké, laten we even snel terug naar huis racen. Oh, wacht. Ik wil nog weten wat er op dat bordje daar stond. Ik ben heel blij dat... En even de takenbord lezen. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Misschien heb ik wel een nieuwe taak gekregen. Oké, in ieder geval, er staat... Piraten en cowboys staan samen sterk. Welkom op het continent van Content Fijn. Dit vind ik leuk, jongens. Kijk dit nou. Kijk, dit is nou echt een leuk bordje. Piraten en cowboys staan samen sterk. Welkom op het continent van Content Veen. Dat is toch liefde, jongens. Klik even op het duimpje omhoog als je van Content Veen houdt. Oké, het takenbord. Heb ik een nieuwe taak gekregen? Meneer KB-boom binnenkant afbouwen. Dat is gedaan, dat is gedaan. Ja, ik heb nog steeds netherhub bouwen. Maar dat is zo'n belachelijk grote taak, jongens. Om een netherhub te bouwen. Dus misschien dat ik daar even een hele complete aflevering de tijd voor moet nemen. Maar dat is me toch een taak. Goed, laten we race even naar huis. Dan weet ik nog steeds niet waar Rick mijn Ender Egg gelaten heeft. Dus binnenkort moeten we maar eens naar Rick gaan. En zoals jullie kunnen zien, jongens, is dit het continent van Content Veen. Ik zal hem wel even 3D maken. Zo. Dan heb je hier natuurlijk mijn prachtige basis. Hier met de piratenboten zo. Kapitein Bruinbaard hier. Het zeemonster. Hier de basis. Oh, wat is dit voor nieuw gebouw bij KB? Oh, dan gaan we later een keertje kijken. Hier natuurlijk de basis van meneer KB. Hier de grote winkelvallei. De basis van Flora en René. Het gebied van de boselfjes. Die overigens zo te zien ook een pad hebben gemaakt. Daar loopt dat pad dus heen. En dan hebben we hier de basis van Rick Force. En daar gaan we volgende aflevering heen om even te vragen
waar mijn enderhack is. Goed, Debbie, je hebt je helemaal prima gedragen. Je bent wel een paar keer weggelopen. Dit is waarom binnenkort Darth Vader jouw plek zou innemen. We hebben hier nog... Oh ja, we hebben de dochter van... De kleindochter van Benny. Benny, je bent natuurlijk een opa. Jij bent wel echt mijn pensioen, moet ik zeggen dan. Je bent echt gewoon opa Benny. Laat even in de reacties een leuke naam weten voor de kleindochter van Benny. Dat is het witte paard hier. Die hebben we natuurlijk eerder deze aflevering volgens mij... Nogmaals, voor mij 8 dagen geleden, voor jullie een paar minuten geleden. Hebben we dit paard gekregen, dus laat even een goede naam weten voor Debbie. Ik bedoel, voor de kleindochter van Benny. Goed, jongens, dan gaan we er in de volgende aflevering ook even achterkomen... waar de dief van Content Veen mijn Ender Egg naartoe heeft gebracht. Oftewel Rick Force. Laten we hier zitten op mijn kapiteinstoel. En dan is dat alles waar ik helaas tijd voor heb vandaag. Het is een beetje een gekke aflevering zonder progressie... maar wel heel veel leuke dingen gebeurd natuurlijk. Volgende aflevering wil ik weer lekker gaan bouwen en andere leuke dingen doen. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet ook niet te abonneren. We zitten bijna op die 350.000 abonnees. We gaan naar die 400.000. Wie weet ooit die 500.000 en 500.000, dat zou ook geweldig zijn. In ieder geval voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Hierin is er een heel spannend piratenavontuur geweest. Dus kijk hem zeker even. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer.